over wilt hem eens rijden. Nee, maar ze kent. Nee, nee, ik verdomme geen ding. Nee, Wiener. Nee. Mooi. Wiener, dat geluid moet ophouden. Stoppen. Ik roep naar voren de heer Wiren Jagisse. Ivan, waar gaat Wiren over? Wiren gaat over een doofgeboren jongen. Hij is geboren in Ikeri. En hij komt op een gegeven moment in contact met een Amerikaanse arts. So why isn't he in school? A deaf boy in school in Suriname, in Nigeria. Can we do something about that? Die arts die vormt een bepaalde band met hem en begeleidt hem in het proces om toch een bepaalde scholing te hebben. En vervolgens komt hij dan naar de stad en dan zien we zijn ontwikkeling in de stad met zijn tegenslagen. En uiteindelijk gaat hij vechten voor zijn rechten in de Surinaamse samenleving. En hoe hij dat doet, daarvoor moet je naar de film. Wiren is special. He's deaf, but he still enjoys his life. Wiren! Wiren! Daar man is jong. Wiren, is dat een waargebeurd verhaal? Wiren is gebaseerd op waargebeurde feiten. Ik weet nog dat ik 2,5 jaar geleden bij het Sudo B kwam. En de echte Wiren die in de werkgroep zit, vertelde zijn verhaal. En we hebben zijn verhaal als basis gebruikt om dit verhaal te ontwikkelen. Samen met Sander Como heb ik het geschreven. Wiren Jagisse doet een beroep op het internationaal verdrag dat Suriname heeft geratificeerd in 2000. Wiren in die film die wil doorstuderen, die wil bepaalde dingen hebben. Wat wil de echte Wiren? Ik wil graag verder studeren. Ik wil graag verder opleidingen doen, zegt hij. Ja, ik wil graag ICT. Ik wil het diepere van ICT, wil ik weten. Ik weet wel nu al wat van ICT, dat weet ik al wel. Maar het diepere van ICT, ja, dat wil ik wel. Dat kunnen doven hier nog niet doen. In andere landen, dat is er wel. Oh, en dat zou ik wel willen in de toekomst. Doven wil de mens redden. Doven kunnen niet verder studeren? Op de Kennedy School is het prima, goed. Ja, daar hebben we lopen stage, we gaan op een werkbedrijf zoeken. Maar dat lukt niet altijd, maar hogere opleidingen hier, dat een dove kan doen, dat is er nog niet. Ik ben zuster Anita en ik ga jullie een rondleiding geven. Goed luisteren, want ik herhaal niet. Nee, praten met je mond. Hoor, als je dat ziet doen, gaan ze je straffen. No, don't do that, Isaac. De gabertal, gabertal, whatever. Hoe zeg je? Waarom? Op twee keer. Waarom? Ze must habla, habla. Ze must taki, taki. De pitje moest levi taki met haar lips. Er is ook nog geen wet dat doven verdere opleiding kunnen doen. Maar nu, ik hoop nu in de toekomst, dat na de film in TBL van Wiren, dat er bewustzijn wordt gemaakt dat het de mogelijkheid komt om dat te doen in de toekomst. Dit betekent dat elk kind in Suriname recht heeft op een gelijkwaardige behandeling. Ik roep naar voren de heer Wiren Jagisse. This is Suriname. Things don't change that easy.